Hier ben ik weer, Dilayla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, we zijn beland bij Woordenalchemie deel 10. En ja, ik ga natuurlijk verder met, ja, wat waren nou de oudste geschriften? En hoe zijn we nou bij het geschrift gekomen waar we nu eigenlijk al in zitten? Het alfabet van nu. Dus ja, we hadden het Sumerische schrift in deel 9. En dan gaan we naar het Elamitische schrift. Nou, Elamitische schrift is een uitgestorven taal uit het Rijk van Elam. En dat in de vroege oudheid gelegen was in het uiterste zuidwesten van de huidige Iran. Er zijn teksten in deze taal uit een tijdsbestek dat reikt van 2400 tot 350 voor Christus. De taal heeft daarmee een geattesteerde geschiedenis van ruim 2 millennia. Nou, het is allemaal natuurlijk doorgegaan. En natuurlijk heel veel andere mensen die over de hele wereld verspreid zijn, hebben hun eigen taal ontwikkeld. En ja, er waren natuurlijk heel veel zeelieden ook later die van het ene stad naar het andere stad, van het ene land naar het andere land reisden. En zo ook weer nieuwe invloeden meegaven met nieuwe talen en nieuwe geschriften. Dit is het Elamitische. Nou, als je ook hier naar het Elamitische kijkt, ik vind zelf dat het een beetje lijkt op het Sumerische qua geschrift. Maar ze zeggen de klank of hoe je het spreekt. Is het verwant aan niks, dus is het weer een isolaat, noemen ze dat dan. Dan is het niet verwant aan iets. En ja, dat kunnen ze nergens naar terug herleiden, waardoor het best wel moeilijk was natuurlijk om dat helemaal eruit te gaan vogelen. Van nou, hoe klinkt dat dan precies? Maar ja, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe ze dat dan hebben gehoord. Hè? Zijn er nog stammen die dan die taal spreken? Of hoe zit het dan? Hoe weten ze nou dat het anders klonk? Toch? Ja, misschien omdat de tekens anders neergezet werden als het Sumerische. Misschien is dat een reden. Dan gaan we door naar de Egyptische hiërogliefen. Nou, als je hier ook de Egyptische hiërogliefen ziet, dan zie je ook weer dat het veel met pictogrammen te maken heeft. Nou noemen ze dit dus geen pictogrammen, maar logogrammen. Ja, waarom ze dat nou weer logogrammen noemen? Nou, dat ga ik hier eens eventjes voorlezen. En het is heel erg leuk, want ja, hier heb je dus de Egyptische hiërogliefen. En doordat ik zoveel bezig ben met talen en al die alfabetten en zo, is het voor mij nu heel makkelijk om gewoon ja, te lezen in een andere taal. Bijvoorbeeld het Grieks. Ik kan gewoon het Griekse alfabet uit mijn hoofd. En dat is echt heel grappig. Dat heb ik gewoon echt in een no-time geleerd. En plus ja, die hiërogliefen en zo, omdat je zo aan het verdiepen bent. Je lijkt wel door de inzicht en door de oorsprong die je helemaal hervindt van een taal, dat je het veel beter gaat begrijpen en je het makkelijker in je opneemt, waardoor het gaat ankeren of zo, dat je het niet meer snel vergeet. Dus zelfs ook die hiërogliefen en zo, dat je denkt, oh, nou bedoelden ze dat er eigenlijk mee, weet je wel? Is het zo simpel? Kijk, als je nu kijkt, denk je, nou, ik weet niet, abracadabra, want ik snap er helemaal geen snars van, zeg maar. Maar nee, hoe meer je erin gaat verdiepen, hoe overduidelijker het eigenlijk gaat worden. Hier heb ik bijvoorbeeld een plaatje. Hoe je dus bijvoorbeeld kan zien ja, wat het alfabet is dan. Hè? Nou, dan heb je hier bijvoorbeeld de vogel, die staat voor A. En de arm, die staat ook voor A. Dus had je verschillende keelklanken die een A of misschien A of A had. Hè? Misschien is de vogel wel een A en de arm een A. En dan de B van been en de van hand. Of nou ja, A, B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Kijk, geen X. Maar I, Z, J en Sh en Tje. Goed, het waren dus ook 26 tekens. Best wel bijzonder, want ja, van die hiërogliefen stamt dus ook ja, het Griekse. En ja, is een beetje gaan doorwerken. Nou, heel veel van die hiërogliefen zijn natuurlijk ook verbasterd en ook weer verdraaid en verkeerd begrepen. Maar goed, hier stamt dus grotendeels ook ons alfabet vanaf. Want na die hiërogliefen kwam dus de Indus-schrift. Indus-schrift. Maar dat betekent niet dat dat daarna echt kwam. Hè? Het kan ook zijn gewoon dat andere landen weer ontdekt zijn of andere dingen ontdekt zijn. Dat ze een beetje de jaartelling terug kunnen vinden van hé, waar kwam dat nou een beetje vandaan? Of wanneer is dat ontdekt? Of wanneer zijn deze geschriften gevonden? Hoe oud waren de kleitabletten of dat soort dingen? We moeten daar niet helemaal ja, aan vastpinnen, zeg maar, dat het ook precies is zoals ze zeggen. Maar
In ieder geval, daarna is dan de Indusschrift, een van de oudste. En dan hebben we hier Indusschrift. Het Indusschrift of Harappa-schrift was het schrift van de Indusbeschaving. En het is het oudste overgeleverde van Zuid-Azië. Dit werd tussen circa 3500 en 1900 voor Christus gebruikt, maar is nog niet ontcijferd. Het oudste ontcijferde schrift in India is het Brahmi-schrift. Nou, Brahman tekent God, hè, dus het goddelijke schrift, waarvan het oudst overgeleverde werk van rond de 4e eeuw voor Christus is. Een moeilijkheid bij het vertalen is dat de meest gevonden teksten erg kort zijn en slechts uit enkele symbolen bestaan. Ook is de onderliggende taal onbekend. Er is ook geen tweetalige tekst waarmee het schrift vergeleken kan worden met één al bekende schrift. De eerste vondst van het schrift was in 1875 door Alexander Cunningham. Sindsdien zijn er zo'n 4000 geschriften gevonden. Nou, het ziet er ook heel apart uit. En nou ja, ik kan het niet ontcijferen nog in ieder geval. En wie weet, hè, begrijp ik het ineens? Ja, het is echt heel grappig, want je hersenen gaan gewoon dingen beter snappen. Maar ja, het ziet er heel apart uit. Het is ook niet echt lijkt ook niet echt op de hiërogliefen. Wel natuurlijk omdat het tekens zijn. Maar het zijn weer andere soort tekens die gebruikt worden. En ja, zelfs goudstaven en alles. En koper. En koper en zo echt. Ja, heel grappig om al die talen dus te zien. Nou, het volgende schrift is het de Kipo-knopen. De volgende schrift zijn de Kipo-knopen. Nou. Kipo-knopen, ja, kijk, die zagen er zo uit. Een heel indrukwekkende schrift, echt. Dit waren de kipo-knopen. Ja, dan zag je hier dus allerlei soorten knoopjes. En die vertaalden dus dat weer in een A, B, C of D, of weet ik wel hoe ze het eigenlijk deden. Heel interessant, want hier ga ik eventjes een stukje aan voorlezen. Kipo's. Quechua, heet het volgens mij, Kipu, waren bij de Inca's een soort koorden die gebruikt werden om allerlei informatie weer te geven. Dit deden ze door middel van knopen. Eeuwenlang waren de Kipo's een mysterie. Tot in de jaren 1970 ging men ervan uit dat Kipo's een soort van telramen waren waarmee men de boekhouding en administratie van het Inca-rijk deed. Nou ja, dat zien we natuurlijk ook wel eens bij kinderspeelgoed. Hè? Hebben ze allemaal van die, hoe zeggen ze dat, van die kralen die waar je mee je kon tellen. Daar lijkt het natuurlijk ook wel een beetje op. Vervolgens kwamen er echte bewijzen dat kipers ook veel complexere informatie bevatten en in feite een soort van schrift zijn. Er werden meerdere koorden aan een koord geregen. Het leggen van knopen is de meest zichtbare vorm om informatie weer te geven. Hierbij werd het decimale stelsel toegepast. De onderste knopen gaven de eenheden aan. Daarboven de tientallen, de soort van de te tellen eenheden, werd door de kleur aangegeven. Daarnaast waren er ook nog verschillende binaire codes, zoals het type materiaal wol of katoen. De plaats waarmee de knoop aan het hoofdtouw vastzit, naar voren of naar achter gericht, of de richting van de knoop zelf, S of Z-vormig. De codering van de Kipo doet hiertoe erg sterk denken aan computerprogrammering. Door deze binaire gegevens te combineren, kon men erg complexe informatie weergeven. Daarom kan de Kipo als een schrift beschouwd worden. Nou, heel apart. In tegenstelling tot de meest ons bekende schrifturen, gaat het hier om een semasiografische schrift. Gegevens, dus die gesproken tekst weergeven. De Kipo is immers verhalend, zonder rechtstreeks spraak uit te drukken in haar gegevens. Al worden er af en toe nog ontdekkingen gedaan over de ontcijfering van de betekenis van al die codes. Toch blijft het tot op heden zoeken naar correcte ontcijfering. Ja, best wel interessant eigenlijk hoe ze dat dan weer deden. En al die knoopjes die moeten dan weer een betekenis hebben van een bepaalde tekst of taal. Of misschien wel inderdaad een geheime schrift dat dit was. Een knoop. Deze knoop betekent waarschuwing. Deze knoop betekent liefde. Ja, hoe laag of hoe hoog die zat. Of op welke, misschien een meetlat ernaast. Hoeveel centimeter hangt deze. Nou, heel interessant. Dan gaan we naar de volgende schrift. Dan hebben we het Akkadisch.
Nou, het Akkadische schrift was een Semitische taal die gebruikt werd van de Fara-periode. K2800 voor Christus tot de eerste eeuw na Christus. Al werd het als gesproken taal in de laatste eeuwen voor Christus geleidelijk vervangen door het Aramees. En bleef het hoofdzakelijk als taal van de wetenschap verder leven. Volgens het Latijn in de middeleeuwen, van het begin van het tweede millennium tot het einde van het Assyrische Rijk, bestonden twee dialecten, Babylonisch en Assyrisch. Mesopotamië was het thuisland van deze taal, maar op verschillende tijdstippen werd het ook ver buiten dit gebied gebruikt, gaande van Perzië in het oosten tot Syrië, Palestina en Egypte, waar het als diplomatieke taal diende in het westen. Gedurende de lange periode en verspreid over zo'n immens gebied onderging het uiteraard wijzigingen. Men onderscheidt dan ook binnen de term Akkadisch verschillende dialecten. Nou ja, dialecten zoals, je ziet het natuurlijk dat het Babylonische, Assyrische hier weer invloed heeft. Nou, als je hier ook naar de schrift ook weer kijkt, ik denk gewoon dat de woorden veranderd zijn. He, dus je hebt andere dialecten, andere woorden gekregen. Een mengelmoes van Babylonisch en Assyrisch. Dus het Sumerische is hier heel erg in terug te zien. Dat zie je aan de tekens. Hè. Je weet nu gewoon, hé, dit lijkt op Sumerisch. Dit is het Akkadische spijkerschrift. En als die woorden veranderen, dan verandert natuurlijk die schrift ook. En dan kan je het niet meer goed lezen. Want ja, als hetzelfde tekentje nu, tafel betekent. In plaats van het vroeger betekende het, huis of zo. Dan is het natuurlijk het weer anders geschreven. Is niet meer te begrijpen dan waarschijnlijk. Nou. Dus hier is weer een verbastering gekomen. Je kunt een beetje vergelijken met Nederlands-Belgisch of Nederlands-Duits. Hetzelfde alfabet wordt er gebruikt, maar het wordt anders gezegd. Anders gezegd, waardoor het ook weer anders geschreven wordt. Dat is het Akkadische. Even kijken, dan hebben we dus alles Babylonisch, Oud-Akkadisch. Even kijken, Laat-Babylonisch is nog 625 voor Christus tot 75 na Christus. Dan gaan we naar de volgende. Dan hebben we Proto-Sinaïtisch. Nou, daar begint de euvel een beetje bij het Proto-Sinaïtische. En dat komt ook weer veel van de hiërogliefen. En na de hiërogliefen kreeg je het Proto-Sinaïtische. En ja, het Sumetrische was natuurlijk die pictogrammen. Dat je dus veel in beeld schreef. Later zijn er dus van die aparte tekens geworden met die pijltjesachtige tekens. Proto-Sinaïtische, dat laat ik jullie hier nu zien. Want daar komt dus heel veel Baal vandaan. Ja, daar zie je heel veel invloeden daarvan. Het is heel erg interessant hoe die invloed is gaan doorwerken. Nou, als je hier kijkt, dan zie je dus het Proto-Sinaïtisch. Nou, dan heb je hier Alpha. Hè? Dan heb je hier, dat lijkt hier heel erg op die os. Nou, daarmee gaven ze ook die os aan, hè, dat beeld wat ze eigenlijk ook aanbeden. En daarom heet ook Alfabet, ja, het huis van de os. En dat is eigenlijk die tempel waar ze dus die kinderen offerden. En daarom is dat ook het begin van het alfabet, dat ze het de A noemen, van Alef. Alef betekent dus os. En dan heb je hier het Fenicische en dan het Latijn. Nou, dan zie je dat het al iets anders aan het worden is. Nou, hier hebben ze dus die A met de punt omhoog hè, bij het Latijn. En het Fenicische dan, ja, heeft nog een beetje invloed dat het op een os moet lijken. Maar daarna is het zo afgeleid dat mensen eigenlijk niet meer weten waar ze het over hebben. Nou, dan heb je hier de M van water, mem. Dat is water in het Proto-Sinaïtisch. Nou, dat is later dus ook, heeft helemaal niks meer met water te maken. Je ziet ook dat in het Latijn de M dus echt totaal er anders uitziet. En het oog, het alziende oog, daar komt dat eigenlijk ook vandaan, het Proto-Sinaïtische. En het Fenicië, nou, is een rond iets geworden en dan later is de O geworden. En ja, dat heeft allemaal natuurlijk verbasteringen gemaakt. En je ziet eigenlijk dat je dus de echte symboliek die ermee bedoeld wordt, van zo'n symbool om te schrijven, dat het allemaal afgeleid is, wat wij nu kennen, van de Baal worship ik heel veel. Het is echt gewoon te erg voor woorden. Nou, dus dit is het Proto-Sinaïtische. En dat is hetzelfde ook met de T. De T was in het Proto-Sinaïtisch het kruis. En daar komt dus het
kruis dus weer vandaan. En dat had ook weer een symbolisch effect. Nou, het proto-sinaïtische schrift, ook wel bekend als proto-kanaanitische schrift. Nou, dan weten jullie dus al waar ik het over heb. Het kanaanitische, het kannibalisme, was het eerste consonantenschrift. Het Griekse, het Arabische, het Cyrillische, het Fenicische, het Aramese en het Latijnse alfabet zijn hier uiteindelijk uit afgeleid. De Egyptische afkomst is aan dit alfabet duidelijk zichtbaar. Nou, inderdaad, je kan heel veel daaraan zien. De Egyptische hiërogliefen natuurlijk met de vormen, hè, de logogrammen noemen ze dat. Heel veel alfabetten zijn dus hieruit afgeleid. In 1905 deed archeoloog Flinders Petri de ontdekking van zowel hiërogliefen als andere tekens op de kleine Sphinx uit zandsteen, die hij in de omgeving van de Hartop-tempel van Serabit el-Kadim vond. De Sphinx dateert uit de 18e dynastie van Egypte, mogelijk uit de tijd van Hatshepsut. De onbekende tekens waren proto-sinaïtisch, een voorloper van het Semitisch, bleek later. Deze vondst was in die zin belangrijk dat zij als een van de oudste voorlopers van het huidige alfabet gold. Ontstaan. Vroeger werd gedacht dat toen rond 1700 voor Christus Sinaï door Egypte werd veroverd. De lokale West-Semitische inwoners werden beïnvloed door Egyptische cultuur en dat ze toen een paar hiërogliefen overnamen, ongeveer 30, om hun eigen taal te schrijven. Recente ontdekkingen hebben echter dit scenario ontzenuwd. Inscripties van 1900 voor Christus geschreven in wat lijkt op proto-sinaïtisch zijn gevonden in boven Egypte en lokale Egyptische teksten spreken over het bestaan van Semitische sprekenden in Egypte. Herkomst van de tekens. Egyptische hiërogliefen, begripstekens, kunnen staan voor fonetische letters, maar sprekers van een Semitische taal namen niet al deze kennis over. In plaats daarvan kozen ze enkele Egyptische afbeeldingen, onder andere oog, stierenkop, huis, plattegrond, die men slechts gebruikt om één Semitische klank mee weer te geven. Een beeldteken is een afbeelding van een object en de eerste letter van het woord van dit object wordt de klank. In het kort heet dit het acrofonische principe. In het Egyptisch echter staat een teken als oog voor verschillende klanken. Iri, doen, irt, oog, nsi, aangenaam, bevallig, mooi. Als voorbeeld een Semitisch woord voor stier is alpu, alef. Wat ook het eerste teken in het proto-sinaïtische alfabet is. Het stond voor de klank A. Het proto-sinaïtische schrift verspreidde zich snel naar Kanaan. Het schrift, zoals het gevonden wordt in Kanaan, wordt daarom ook al proto-kanaanitisch genoemd. In het Fenicische schrift veranderd. Dan gaan we naar het Fenicische. Dit is dus het Fenicische schrift. Ik vind ook heel veel Keltisch komt hier van naar voren. En Arabisch zie ik er ook hierin terug. En nou, Grieks natuurlijk ook. En ja, het is een beetje een mengelmoes waarvan je dus... Ja, het is heel grappig als je dit nu allemaal gaat onderzoeken. Dan denk je, oh, het zijn wel herkenbare tekens. Nou, dat kruis, dat komt dan weer hier terug. Hè. Dan zie je hier de T. En dat zit dan gevangen in een rondje. Nou, wat de betekenissen van symbolen zijn, zal ik nog wat later in andere video's wat meer gaan toelichten. Want... Ja, ook die symbolen die dus nu allemaal gekozen zijn, van het alfabet nu, hebben dus een betekenis waarom dit symbool. En het is niet alleen maar afgeleid van dat ene dier wat ze daarmee aanduiden. Of, dat is namelijk, je ziet het helemaal veranderd. Het lijkt er niet eens meer op. Ik bedoel, wat eerst water was, zag je allemaal emmetjes naast elkaar, zeg maar. Het is nu één grote M geworden en... Ja, het ziet er allemaal anders uit. Even kijken. Nou, het Fenicische alfabet is het alfabet dat gebruikt werd door de Feniciërs om hun taal mee weer te geven. Het is afgeleid van het proto-sinaïtische schrift. Het Fenicische alfabet is minstens 3000 jaar oud en zowel het Griekse alfabet als het Aramees alfabet is hiervan afgeleid. Het Fenicische alfabet ligt daarmee aan de basis van bijna alle moderne alfabetten. Doordat de tekens oorspronkelijk in steen werden gebeiteld, zijn de meeste tekens uit dit alfabet, zoals de runetekens, hoekig en recht. Inderdaad, nou, dat zie je ook aan die cirkel, die T, hè? Dat lijkt ook echt op de runealfabet. Het schrift werd van rechts naar links geschreven. Andersom dus.
net als het Arabische alfabet. Om en om, van rechts naar links en dan van links naar rechts. Oh, grappig. Dus het ging zo. In een slangvorm zo. Om en om, van rechts naar links en van links naar rechts. Zogenaamd boustrofedon, zoals een os ploegt. Oké, wordt het ook wel aangetroffen. Van diverse tekens zijn verschillende varianten. Zo wordt de taf wel meer als kruis geschreven dan als X. De chat met twee dwarsstreepjes enzovoort. Het Paleo-Hebreeuws alfabet komt sterk overeen met het Fenicische. Ook bijvoorbeeld het Moabitisch werd met een soortgelijk alfabet geschreven. Pas na vele eeuwen werd voor het Hebreeuws het Aramese alfabet gebruikt. Ook wel kwadraatschrift genoemd, vanwege de vierkante vorm van diverse letters. Hier zie je dus precies hoe ze eruit zien. Nou, de A is Alef dus, Os, dat weten we, Beth, huis, Gimmel, kameel, Dalet, deur. Nou, hier zie je dus dat het ook, hè, de D is eigenlijk een piramide wat de andere kant op wijst. Nou, dus later is dat dus de delta geworden. Lamet, dat is ook heel apart. De L in het Grieks is nu lambda. Nou, alle Kyona varianten die zijn naar het Griekse alfabet vernoemd. Dus hè, de lambda, of hoe ze het nu, de lambada zeg ik dan wel eens. Dan ga je meer van dansen waarschijnlijk. Nou, maar de lambda of zo, weet ik wel, op zijn Grieks. Dat is dus de L van het Griekse alfabet. En dan hadden we de delta. En daar ga ik nog allemaal op terugkomen wat al die betekenissen zijn. Dat is echt bizar. Gaan we hier naar de Creta-hieroglyphen. Het Griekse alfabet. Nou, dit is het Griekse alfabet. Nou, je ziet het begint al steeds meer op het alfabet te lijken wat we nu hebben. Als je ook hier kijkt. Nou, wat ik zo net ook al zei. Hè, Kyona is helemaal afgeleid van de Griekse woorden. Want ze wilden natuurlijk niet meer dat de herkomst te zien was waar de varianten uit ontstaan zijn. Hè? Dat het uit China kwam, dat wilden ze toch, dat was racistisch. Dus dan gingen ze het maar allemaal een naam geven, elke variant, naar het Griekse alfabet. Nou, dan weet je natuurlijk wel hoe laat het is, want dat is natuurlijk helemaal niet racistisch, hè, om alles maar aan Griekenland de schuld te geven. Maar hier heb je dan de alfa en de beta. Nou, dan heb je de gamma. Dan heb je dus dat streepje hierboven. Hè, de ABC is het eigenlijk. Maar daar is het dus de G. We hebben daar geen C. Dus ABG. En dan D. Nou, de delta. Dan zie je dus dat delta variant is. Nou, dat is heel erg interessant. Nou, lieve mensen. Ik ga jullie in de volgende video ga ik jullie alles vertellen over het Griekse alfabet. Griekse mythologie. Want er is heel erg veel en super interessant. Want als je dit begrijpt, dan snap je gewoon al die talen hoe dat allemaal is gaan creëren. En wie daar ook allemaal de invloed in had. En ja, dan komen we natuurlijk van het Griekse alfabet, gaan we zo naar de Romeinen toe, naar het Latijnse alfabet. En daar is het eigenlijk nu ten einde. En dan heb je nog heel veel andere alfabetten die helemaal niks met ons huidige systeem, dus ons alfabet te maken heeft. Waar het allemaal naar terug te herleiden is. Want je hebt natuurlijk ook nog de Chinese schrift. En je hebt nog Tahiti schrift. En weet ik het veel allemaal. Dus daar ga ik ook nog allemaal op terugkomen. Want dit is echt niet het enige wat ik nu hier vertel. Dit is waar ons alfabet naar te herleiden is. Hè? Dus ons huidige alfabet van het Latijn is te herleiden. Dus helemaal van het Sumerische. En dan weet je dus ook hè, welke invloed dat had van het Canaan en de Canaanieten. Nou, daarom heb ik de hele geschiedenis van tevoren verteld. Heb je nog niet mijn voorgaande video's gekeken? Jongens, het is heel belangrijk dat je dat wel eventjes gaat bekijken, want dan begrijp je het beter. En want er zijn al mensen, ja, dit en dat, en je hebt het maar over de Zionisten en de Joden. En jij bent het volk wat mijn familie heeft vermoord. Ja, tuurlijk, ik weet het niet hoor, maar... Weet je hoeveel zigeuners er wel niet vermoord zijn? Nomaden. Volgens mij is elk volk wel eens een keer uitgemoord. Het is niet te geloven. Maar we hebben het hier over de waarheid. Ja, en als dat is dat wat de waarheid is, is dat de waarheid. En dat heeft niks met racisme te maken. Of hoe zeg je dat? Dat is het allerlaatste wat ik ben. Ik wil gewoon dat de waarheid erboven komt. En iedereen moet zijn eigen onderzoek doen. En zijn eigen... kijk, ik kan hier niets anders van maken dan dat het is.
En ik kan het allemaal wel mooier maken, zoals ze toen met Kaïn hebben gedaan. Hebben ze het gewoon een hele stuk uit de Bijbel gehaald. Want mensen wilden namelijk geen nageslachten zijn van het Canaanitische Rijk of van Kaïn. Weet je wel, dan wilden ze niet mee vergeleken worden. En dan denk je, ja, maar waar gaat het in godsnaam om? Gewoon wissen uit de geschiedenis. Ja, het is nooit gebeurd, nooit geweest. Nee, daar willen we niet mee vergeleken worden. Ik snap wel dat je er niet mee vergeleken wil worden. Maar dan moet je ook de waarheid onder ogen gaan zien. Hè? Dan moet je ook zelfreflectie gaan hebben. Dan moet je ook denken van, ja, wat ik hier nu eigenlijk aanhang, dat klopt voor geen ene snars. Hè? Je kent het allemaal wel mooi verduzelen, zoals dat doublespeak. Ja? Iets mooier maken dan dat het is. Maar dat is het niet. Ja, en... Het brengt je juist alleen maar meer tot inzicht tot jezelf. Dus lieve mensen, blijf kijken. Deel 11 van Woorden Alchemie de volgende keer. En dan ga ik jullie daar alles over uitleggen. Nou, dikke kus. En ja, willen jullie natuurlijk een van mijn mooie posters hebben? Of een hele rits. 6 krijgen jullie daar een korting. Maar je krijgt sowieso korting. Ja, ik hou daarvan. Want jullie krijgen voor mijn speciale YouTube-kijkers krijgen jullie korting. 20% korting geef ik jullie. En dat krijg je door de couponcode in te voeren van ik hou van mezelf. Nou, hartstikke goed natuurlijk, hou van mezelf. Dat moeten we allemaal doen, veel meer van mezelf houden. Nou, in de voorgaande video's, voor degenen die jullie nog niet kennen, heb ik hier prachtige posters ontwikkeld. En helemaal in een positieve schrift. Dus van like heb ik luck gemaakt. Woorden anders in elkaar gezet, zodat het meer ankert in jouw bewustzijn en meer... magische werking heeft om jezelf te herprogrammeren naar het positieve. Want dat is wat we willen. Hier heb ik dus 6 verschillende posters van. Ik hou van mezelf, welvaart, angst overwinnen, liefdevolle relaties, zelfvertrouwen en gezondheid. Nou, dus jullie weten het. Gebruik de couponcode ik hou van mezelf en je krijgt 20% korting. Nou, dikke kus en bedankt voor jullie lieve reacties. Ik ben dol op jullie. Doei doei!